Goedemiddag, u kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza.nl. Het is onbestendige weer in grote delen van Europa. In Oost-Europa zorgt een koufront voor flink wat buien. Met daarbij lokaal ook flink wat onweer, hagel en zware windstoten. Ook boven het noorden van Italië, in Kroatië en Slovenië vinden we flinke onweersbuien terug. En daar zijn dezelfde verschijnselen mogelijk. En ook daar kan veel water vallen in korte tijd. Voor ons ligt een heel groot frontaal systeem in het verschiet. Dat ligt momenteel ten zuidwesten van de Britse eilanden. En dat bestaat uit een voorloper wat een warmtefront is, daarachter dan een koufront met daarbovenop nog eens een occlusie. En dat trekt geleidelijk aan dan in de loop van de nacht naar ons toe. En dat zou uiteindelijk morgen en ook overmorgen bij ons veel wolken en ook flink wat regen gaan brengen. Als ik alles in beweging zet, dan is te zien dat er momenteel boven Nederland nog wat meer stapelwolken ontstaan. Wat net als gebeurt bijvoorbeeld in Duitsland en Polen. De lucht is onstabiel. En er staan makkelijke buien waarbij lokaal ook onweer kan voorkomen. En momenteel vinden we de onweersbuien terug langs de Nederlandse Oostgrens bijvoorbeeld. Als we de weerkaart voor Europa erbij pakken voor morgen, dan zijn inderdaad de onweersbuien boven Oost-Europa te zien. Wordt het alweer een stuk rustiger rond het Middellandse zeegebied en vinden we de hoogste temperaturen terug in Spanje en in Griekenland en in Turkije met daar plaatselijk meer dan 40 graden. De laagste temperaturen in Noorwegen en bij ons in West-Europa. Op de Britse eilanden komt de temperatuur op sommige plaatsen niet boven de 17 graden uit en ook bij ons blijft de temperatuur steken op waarde zo tussen 19 en 21 graden. Vanavond is het dan op de meeste plaatsen droog. Misschien dat er in het middenland nog een enkele bui valt. En er zijn brede opklaringen. Het is zeker niet koud met temperaturen tussen 17 en 19 graden. Maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking alweer toe en gaat het later op de avond ook geleidelijk aan regenen. En dat is ook op deze kaart al te zien. Vannacht raakt het dan uiteindelijk overal bewolkt, pas als laatste in het oosten en noordoosten van het land. Daar zijn nog enige tijd opklaringen. En dus kan het ook nog flink afkoelen naar zo'n 10 of 11 graden, terwijl in het zuidwesten van het land de temperatuur niet meer onder de 14 graden zal gaan dalen. Vannacht kan het ook vooral in de zuidelijke helft van het land echt flink doorregenen. Misschien dat de neerslag er vallen van meer dan 10 of 15 mm. Ook morgen blijft het dan bewolkt, dan op veel plaatsen regen, vooral in het zuiden. Daar kan het ook echt stevig doorregenen. En alles bij elkaar kan er aan het eind van de dag lokaal misschien wel 25 mm in de regenmeter zitten. Het is wel koud voor de tijd van het jaar, of in elk geval fris, met temperaturen tussen 19 en 21 graden. En daarbij waait dan een matige zuidwestenwind, kracht 3 of 4 over het algemeen, en aan zee misschien ook een windkracht 5 of 6. We moeten nog eventjes door de zure appel heen, want ook woensdag wordt een mindere dag, veel wolken, geregeld wat regen en ook een enkele bui. Temperaturen ietsjes hoger dan morgen, maar dan 20 of 21 graden. En donderdag en vrijdag dan ziet het er allemaal weer iets beter uit. De zon komt er vaker bij en de temperaturen lopen iets op naar 20 of 23 graden. En geleidelijk aan wordt de wind, wordt, wordt de wind wat minder. En dat hebben we allemaal te danken aan de nadering van een hoger drukgebied. Dat zien we ook terug in de pluim. De dagelijkse gang en de temperatuur die wordt groter, wat betekent dat er een meer open weer type is. Dus er is vaker zon, er zijn ook minder buien en de temperaturen vooral in de middag lopen een stuk op. En als het allemaal heel gunstig uitpakt kunnen we misschien een aantal dagen met mooi zomerweer tegemoet gaan zien. Maar echt Holland zomerweer dat lijkt er wel in te zitten met overdag temperaturen rond een graad of 23. Veel al droog, regelmatig zon en ook niet al te veel wind. Eigenlijk dus prima zomerweer. Maar daarover natuurlijk later deze week meer. Mijn naam is Wilfred Janssen van weerplaza.nl